In september vindt de laatste fase plaats waarbij de problemen van onze luchtvaartsector goed in kaart worden gebracht door de International Civil Aviation Organization, ICAO. Volgens minister Albert Jubitana van Transport, Communicatie en Toerisme, TCT, is dit van eminent belang, zodat Suriname de nodige verbeteringen kan aanbrengen bij het effectief implementeren van procedures en processen betreffende de luchtvaart. Dit is van eminent belang, zodat ons land tijdens de volgende audit goed scoort. Ik heb in mijn bezoek in 2021 aan Colombia, heb ik met de secretaris-generaal van de ICAO, dat is de topman van de burgerluchtvaart, heb ik het gehad over Suriname. En we hadden achterstand in contributie. En ik heb gevraagd om ondersteuning vanuit de moederorganisatie om Suriname bij te staan met dit proces van het opkrikken van onze standaarden. Die toezegging is gedaan en we hebben ondertussen twee fases achter de rug. Die toezegging houdt in dat er een scan is gemaakt van waar we staan als land op het gebied van beide zaken die ik heb benoemd. En we halen het gemiddelde van Zuid-Amerika omlaag. Verder hebben ze dus na die scan hebben ze dus aangegeven van waar kunnen we gaan versterken. Financieel, beleidsmatig, juridisch, die ondersteuning is ook al gegeven. Alle lidlanden die deel uitmaken van de ICAO worden geaudit. Tijdens de laatste audit die in 2012 plaatsvond, kreeg Suriname een score van 59,37%. De volgende audit zal op korte termijn plaatsvinden. Het is daarom belangrijk dat ons land de voorstellen van de missie aanneemt en uitvoert. Nadat alle problemen goed in kaart zijn gebracht, zal er een vervolgtraject worden uitgestippeld waarbij de oplossingen centraal staan. De bewindsman ging verder ook in op de investeringen die gepleegd worden om ons ILS-systeem te upgraden. We hebben pas dit jaar wat meer ruimte op de begroting om de faciliteiten van de toren en van de medewerkers die de ILS, het ILS-systeem moeten onderhouden, dat zij dan ja, dat gedeelte goed ook kunnen oppakken. Ik mag u ook mededelen, ik kreeg gisteren, jammer genoeg, ook een terugslag. Want er is een koperen bedrading van het ILS-systeem zijn gestolen op de airport. En daarvoor is dus ook een politioneel onderzoek hebben we gevraagd. U ziet, we roeien met de riemen die we hebben, maar de samenleving moet ook begrijpen dat wanneer je zulke zaken doet of feiten pleegt, je doet aan ministerie, je doet desma, je doet aan kondre. En met een saptak a pistori dat nou een prins paartoor die aan kondre. En ook aan een ministerie waar je doet aan zijn of desma zijn we ook aan kondre, we kiezen aan porning.